ook zijn, mensen. Het is een heel feest ernaam. En dat komt door jullie. Ja. 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 Waarom? Nou ja, het is vooral voor onze collega en vriendin Ingeborg. Die, die verdienen gewoon zo'n feestje. We hebben vorig jaar een brief gekregen van haar om van 50 cent 50 euro te maken. En eigenlijk gaat die avond hierover. Die gaat erom om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Maar is dat geld dan voor haar en voor haar ziekte of is die voor de stichting? Allebei. Voor beide. Je verdeelt het gewoon. Ja. Ingeborg heeft zelf nog 4 kinderen. En ze zijn nooit in de gelegenheid geweest om met dat grote gezin een mooie reis te maken. En we hebben besloten om de helft van, deze opbrengst. De ene helft gaat naar de ALS-stichting voor onderzoek naar deze ziekte. Omdat daar nog heel weinig voor beschikbaar is. En de andere helft gaat naar Ingeborg zelf. Dat weet ze zelf overigens pas sinds kort. Er is heel erg van geschrokken, dus of dat acceptabel is, dat weten we nog niet. Maar daar gaan we ons best voor doen. Want ze wil heel graag nog een hele mooie reis maken. En dat zat er tot op heden natuurlijk niet in. Allemaal studerende kinderen. Maar de diagnose is nu vorig jaar vastgesteld, ruim een jaar geleden. En toen was ze al een poosje ziek. En het is zo dat na diagnose vaak patiënten nog tot... drie tot vijf jaar te leven hebben. Dus we willen graag dat ze nu ze nog in enige goede gezondheid is. Met die kinderen en haar man die reis kan gaan maken. Dus daarvoor is deze avond ook bedoeld. In Nijkerk is ook iemand die ALS heeft. Ja. En die schrijft vooral boeken. Ja, ja, dat klopt. Ja. Ja. Maar is dat dan, dit is dan een eenmalige actie voor jullie? Of zeggen jullie van, nou ja, zolang ze leeft, 4, 5 jaar, dan gaan wij nog 4, 5 keer een feestje doen? Goed, wie weet. Maar goed, in eerste instantie is deze actie ontstaan naar de brief van haar. Aan 50 vrouwen. Ze heeft nu zelf het initiatief genomen ook na een jaar aan 50 mannen deze brief te sturen. Dus aan hun is nu de volgende. Moet visconcours doen. Estafetteloop, zullen we maar zeggen. Ja, wie weet. Ja. Nee, het zou heel leuk zijn als deze actie wel door zou zetten. Maar hebben jullie enig idee wat het vanavond oplevert? Hoeveel geld? Waar gaat het over? Ik hoorde net van de uitbaatster van het Zalencentrum De Haan dat er al meer munten verkocht zijn, consumptiemunten wel te verstaan, dan dat ze hadden verwacht. Dus het loopt lekker, zullen we maar zeggen. En van elk drankje wat verkocht wordt, gaat er een dubbeltje in de pot. En natuurlijk 7,50 euro toegang gaat in de pot. Dus we hopen dat we hopen heel op een veel mooi, op leuk bedrag. En je kan natuurlijk altijd nog storten. Ja. Dus, en waar moet dat dan? Op de website Alsjeblieft is speciaal in het leven geroepen voor deze actie. Kan je op internet via Facebook terecht. En daar staan ook rekeningnummers waarop je eventueel een vrijwillige bijdrage kan leveren. Dat kan natuurlijk nog steeds. Dat zou heel leuk zijn.